Ah, jongens, vandaag was weer een eerste begindag bij werks, zeg maar. Ik ga nu even op mijn fiets stappen en dan vertel ik zo verder. Ik sta nu aan de overkant. Dit is werkse. Goed, jongens, ik werk voor werks, zeg maar. En het is een prima topbedrijf, zeg maar. Afgelopen tijd was pittig. En is nog steeds pittig, zeg maar. Ik heb me nog nooit zo'n patiënt gevoeld zoals ik me nu voel. En dat is best wel raar om te zeggen ook. Ik slik nu 1 milligram Risperdal, zeg maar, even 15 keer, 15 dagen. Dat heb ik meegekregen van de psychiater. Ik weet niet of je Risperdal wel eens hebt geslikt, maar oh fuck, wat een klote pillen zijn dat zeg. Ik ben gedesoriënteerd nadat ik hem heb genomen. Ik verlies mijn evenwicht. En ik vind ze gewoon kut. Maar wat ze wel doen, is ze vlakken je emoties af. Dus je voelt je rustiger daardoor, zeg maar. En ik ben niet meer zo huilerig, soms wel hoor. Maar hoe heet het? Gisteren was het zondag, het is vandaag maandag. Ik moest net ook even vragen welke dag het morgen was, want ik ben het gewoon kwijt. Maar dat komt gewoon omdat ik zo lang niks heb gedaan, zeg maar. Nou, ik ben benieuwd hoe het nu gaat lopen de komende tijd. Zeg maar, ik ga morgen. Ik ben vandaag zeg maar begonnen om 10 uur. En ik ga morgen zeg maar beginnen om 1 uur. En dan ga ik 2 uurtjes per dag. En zo bouw ik het dan weer op. Zeg maar naar 24. Positief is dat ik de afgelopen jaren. Heb ik vaak dat ik gehad heb. Dat ik min 200 eindigde qua uren, of min 100 of min 30. Omdat ze, en dit jaar heb ik 28 uur meegenomen van vorig jaar. Dus ik heb nu een plus van 28. Nice. Dat is 1 week gratis vakantie. Dat is wel fijn. Ja. Voel me raar. Deze keer dat ik ben ingestort. Ik merk nu ook aan mezelf, zeg maar, ik ben heel duf. Je merkt het misschien ook aan me. Deze keer dat ik ben ingestort, zeg maar, is echt wel een keerpunt geweest in mijn leven. Zeg maar. Het feit dat mensen tegen je zeggen van ja, je was echt even helemaal de realiteit kwijt. Is sowieso al raar als mensen dat tegen je zeggen, want je denkt van wat, hoe bedoel je? Weet je wel, maar goed. Ik heb het wel door nu. Dus ik ben echt anders dan de anderen. En ik zie het wel. Goed. Weet je wat, we maken hier gewoon weer een daily vlog van, denk ik. Ik ga nu even wat eten bij de Jumbo. Ik had eigenlijk net moeten filmen dat ik een broodje knakworst aan het eten was. Maar we zitten nu gewoon weer aan de croissant van kaas. Niet meer mondvol eten, hè? Of praten. Niet meer mondvol praten. Nou, anyway. Ik ga zo naar een vriendin. Ga ik de computer proberen te fixen of zo. Ik weet niet wat er mee aan de hand is. Ik weet niet of het mij lukt. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja, dus dat. Ik wil even een shout-out geven naar Jade Praatparade. Misschien heb ik dat alles gedaan hoor, maar gewoon. Ik vind dat je toffe vlogs maakt, Jade. Je bent net als ik ben jij jezelf. En dat is gewoon leuk. Leuk om naar te kijken ook. Ik heb verder niet zoveel met die vrouwen dingen, maar goed. Toch is het wel leuk om naar te kijken. Zo, we gaan naar de Arbo Arts, de onderdag.
Dus ik moet even gegevens van de huisarts en van de specialist en zo invullen. Dus ik ga gewoon even langs de huisarts, want die zit hier vlakbij. Lekker makkelijk. Dan kan die het zelf invullen. Zo, huisarts ingevuld. Hoe heet het? Het is altijd wel fijn. De dame achter de balie, die heeft het voor me ingevuld. Zeg maar, die schrijft een stuk netter dan ik. Ik heb een steenkolenhandschrift, of hoe noem je dat? Het is altijd wel fijn. Mensen zijn heel behulpzaam. Iedereen wil graag iemand helpen. Dus, hoe heet het? Of je bent iemand die alles zelf beter weet. Of je vraagt, zeg maar, gewoon advies. Ook al weet je het, zeg maar, dan nog is het gewoon verstandiger om advies te vragen. Want mensen zijn gewoon heel behulpzaam. En je scoort er punten mee. Omdat ze dan zeggen, oh wat fijn, ik kan diegene helpen. En, nou, het is een trucje. Je scoort punten. Zo, ik loop nu naar huis. En dan ga ik dus naar een vriendin waar ik niet ga filmen. Ga ik even de computer fixen. Hoop ik. Voor haar. Zeg maar. Anders heeft ze pech. Je weet het niet. Ik weet niet of je er wel eens bewust van bent. Maar wat ik dus heel erg heb. Is dat ik terwijl ik loop. Of gewoon op een dag. Dat ik heel, de hele tijd in mezelf aan het lullen ben. En ja, dat kan van alles zijn. Weet je wel, maar vaak is het ook nu, de laatste tijd, zeg ik hele negatieve dingen tegen mezelf. Weet je wel, negatief inner talk noemen ze dat in de psychologie, zeg maar. Your inner dialogue, zeg maar. Dus tegen jezelf praten, dat kan. Dat is echt een ding hoor, dat doen echt niet alleen bejaarden. Als het slecht met je gaat. Dan begin je tegen jezelf te lullen. En dan kan het zijn van, goh, ik voel me kut. Of, hoe heet het? Geen zin in, bla bla bla, weet je wel. En de clue is dan te zeggen van, ik voel me geweldig. Of zo, weet je wel. Als je het omdraait, dat is heel moeilijk. Maar, hou je rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Hou rustig, kalm en stil. Ken je dat nog, Basje nou, ja? Hou rustig, kalm en stil. Ik ben rustig, ik ben rustig, kalm en stil. We waren toch wel slimme mensen hoor, toen dat ze dat bedacht hadden. Zo jongens, nou inmiddels ben ik thuis. Hoe heet het? Die laptop van Alex, dat wordt nog een avontuurtje. Hoe heet het? Als je ooit iets ziet, dat heet PC Keeper Antivirus, niet installeren! Er zijn maar een paar programma's, zeg maar, die legaal, wat een goed antivirus is. Eentje is AVG, daarnaast heb je Avast Antivirus en ja, Search and Destroy van Spybot, is ook nog wel goed, maar daarnaast houdt het wel een beetje op. Welk antivirus gebruik jij? Laat me dat even weten in de comments. Dan nu als een echte daily vlogger, zeg maar. Ik ga even eten. Dus ik laat je even zien. Kijk, we gaan vandaag. Ik kan het zo niet goed zien. Hop. Pepersalami op brood. Kijk, ik doe gewoon even zo. Ik zie nu niks, hè. Ik hoop dat jullie wat zien. Dus. Dat gaan we nu even lekker opvreten. En dan, wie weet wat de dag later nog blijft. Oh ja, die laptop, die kon ze later vanavond brengen. En dan, ik heb haar trouwens een sticky gegeven, die ik al had, zeg maar. Die heb ik aan haar gegeven. Was trouwens wel raar, even een computerpraatje. Op de zijkant van de stick stond dat er 6 gigabyte beschikbaar was. Stak ik hem in de computer, zei die 14 gig beschikbaar. Weet jij het? Ik weet het ook niet. Goed. Dat is heel apart. Ja, mensen. Nou, ik zit net een filmpje terug te kijken van Josine. Die raadt het huidige eerste geluid van 2017. Gefeliciteerd, Josine. Jij wint
37.800 euro. Ik heb één keer gehad dat ik in de buurt kwam, dat ik wist wat het geluid was, maar dat ik er natuurlijk niet doorheen kwam. Dat was een riempje van een motorhelm. Ik krijg geen motor, maar goed, ik kwam erachter. Ik wil wat zeggen over dat geluid, zeg maar. Beste mensen, jullie raden altijd, zeg maar, jullie zoeken het veel te ingewikkeld altijd. Jullie gaan het hebben over dingen die bij je werk zijn of dingen die, ik weet niet wat jullie allemaal raden, maar jullie... Je noemt iets wat in je dagelijks leven zit, zeg maar. Maar laat ik je nou één ding meegeven over dat geluid. En ik bedoel, dit was dan het doorprikken van een magnetronmaaltijd. Nou, als er iemand is die dat had kunnen raden, dan was ik het wel. Want ik prik ongeveer 37.000 gaatjes per jaar van die dingen. En het enige wat ik wil meegeven is dat... het geluid is altijd simpeler dan je denkt. Het is altijd iets in je huis. Het is altijd één ding wat iedereen kan hebben in zijn huis. Het is nooit een bla 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 gespecialiseerd iets. Zeg maar wat alleen de melkboer kan hebben of zo. Het is altijd iets heel eenvoudigs. Dus hou dat in je achterhoofd, het is heel eenvoudig. Maar goed, dat is het kutte aan het spel. Je bent geneigd het heel ingewikkeld te maken voor jezelf. En dan gaat het mis. Dus dat wou ik even kwijt. Ik ga weer verder met eten. Oké, ik kan nu echt zeggen dat de... Hoe heet het? Dat die pil is uitgewerkt, zeg maar. Dus ik ga niet twijfelen of ik neem hem na het eten al. Of ik neem hem gewoon weer om 9:30 s'avonds. Wat was het ook alweer? Ik weet ook even niet hoe het heet. Maar ik neem hem om na het eten gewoon. Kijken hoe dat bevalt. We gaan even een colaatje fixen in de Jumbo. Nep cola, lekker lekker. Ik sta hier net en ik loop hier voorbij. Er staat een mooie meid met rood haar en een mooie hond. Ik zeg zo, dat is een mooie hond, vergat ik te zeggen. Dus dat was een beetje awkward. En dan is het inmiddels maandagavond. Ik ga zo meteen nog even eten. Maar ik doe ook even een lichtje aan voor dit, alleen voor dit gedeelte. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het wel mooi geweest voor vandaag. Ik ga morgenochtend lekker monteren en dan zet ik hem online. En dan morgenmiddag ga ik weer 2 uurtjes werken. Dat is wel leuk om te vertellen trouwens. Het is heel belangrijk werk ook. Mijn werk bestaat morgenmiddag uit nietjes uit papier trekken. I kid you not, nietjes uit papier trekken, zeg maar, ja, moet ook gebeuren, ja. Dus, jongens, de mazzel hoor, geef dit filmpje een duimpje als je hem leuk vond en deel hem met al je vriendjes en vijanden. Later. Nou jongens, het is een beetje donker, maar even ter ere van het geluid. Dat klinkt bij mij, klinkt het toch heel anders. En ik doe het meestal zo. Ik doe meestal dit. Dus ja, dan klinkt het heel anders.